We gaan naar de volgende première. De naam is een beetje lastig, maar als het goed is, is het Sissy Fuss at Work. Deze trailer heb ik gezien en dit spreekt mij heel erg aan. Een man die droomt van dat hij dood is en andere mensen ook. Dat is in ieder geval wat ik er een beetje van meekrijg. Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken de cast zelf niet. Maar daarom is het juist leuker dat ik ze in ieder geval beter mag leren kennen als pers. We gaan er in ieder geval voor op naar de koude buitenlucht. En we gaan weer nieuwe vragen stellen. Ik zie jullie daar. Ciao. Wie moet je interviewen? Jimmy. Moet je mij ook interviewen? Grapje. Nou, ik wil je best interviewen. Ja, echt? Go. Of we het gaan gebruiken. Dat dacht ik al. Hoe voelt u zich? Hoe voel ik mij? Nou, een gezonde spanning. Vlak voor de première. Dus heel goed. Ik voel me goed. Dat snap ik. Hoe lang heeft u in totaal aan deze film mogen werken? Wij zijn al 4 jaar geleden begonnen. Ja, nou, op zich is dat best wel. Voor gemiddeld is er volgens mij langer wordt er volgens mij getrokken. Dus prima opgeschoten in ieder geval. Ik vond het, toen ik de trailer zag, ik vond hem heel inspirerend. De trailer zit lekker in elkaar. Is dat ook de film uiteindelijk, wat een beetje op de trailer lijkt? Of is er wel echt dat er een soort van een heel verhaal nog omheen? Want ik had nu een beetje het idee dat het een beetje door elkaar heen ging qua chronologische volgorde. Is dat ook in de film zo? De film vertelt het verhaal van een man die hoort dat hij nog maar 9 maanden te leven heeft. En de film die hij gaat maken, want hij is filmregisseur, de film die hij gaat maken verzint hij in zijn hoofd. En dat is wat wij gaan zien, wat hij in zijn hoofd verzint. Ja, het is een rollercoaster. De film is een rollercoaster. Je gaat mee en je gaat mee en je denkt ik ben eruit en dan ga je nog een keer en ik ga nog een keer. Het lijkt me ook heel lastig omdat de film inderdaad ook semi in zijn hoofd speelt en hij probeert dat te uiten hoe dat gaat. Is dat nou lastig om te zien hoe dat in iemand zijn hoofd omgaat? Nee, wat het leuke van film is dat alles mogelijk is. Ja. Hè? Dus hij verzint een musical scène met zijn eigen vrouw in de hoofdrol. En vervolgens zien we de musical scène met dans en zang. Dat is het bijzondere aan film. Dat alles kan. Alles man. Alles mag. Alles kan. De gedachte die ik steeds bij het schrijven van het scenario had, is dat wij alleen in onze fantasie en in onze verbeelding zijn we vrije mensen. Hè? In het dagelijks leven moeten we ons voortdurend aan codes houden. En als je fantaseert, niet. En dat is wat deze man doet. Hij fantaseert en vrijelijk op los. En heeft u ook tijdens deze maken van de film dat u dacht, nou, als ik op een gegeven moment inderdaad zelf ook het loodje ga leggen, dan moet ik dit sowieso hebben gedaan. Een soort van bucketlist dat u denkt, ja, eigenlijk moet ik daar wel rekening mee houden. Als het zo is, dan wil ik dat in ieder geval hebben gedaan. Nou, natuurlijk, dat speelde een rol toen ik het schreef. Hè? In het begin van de film, als hij de tijding krijgt, dan zegt de arts, geniet van die laatste 9 maanden. Haal het uiterste eruit. En dat is wat hij doet in zijn hoofd. Het uiterste eruit halen. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de film. Ik hoop dat u er in ieder geval van gaat genieten. En hopelijk gaat de zenuwen snel weg, maar dat komt helemaal goed, denk ik. Bedankt voor dit gesprek. Nou, ik hoor net dat je 5 dagen hebt gewerkt. Dus ja, nu ben ik wel heel erg benieuwd. Wat vond je er nou van om op zo'n grote set te werken? Ja, super interessant natuurlijk. Het is voor mij persoonlijk 2 jaar geleden een hele nieuwe ervaring. Het was voor mij ook een beetje dat eerste stapje in de wereld daar. Dus het was voor mij heel belangrijk om die stap te nemen. Dus bedankt nog alle producenten van de film. Ja, super, super mooi om te zien hoe dat ook in Brabant zo ontstond. Hoe er zo'n mooie grote studio was ontwikkeld, speciaal voor deze film. Dus ja, super tof. Echt super mooi. En maar 5 dagen, is dat omdat je gelijk bent weggestuurd of had je er gewoon geen zin meer in of iets anders? Nee, ja, weggestuurd. Nee. Ze hadden het opgedeeld in blokken en toevallig kwam ik op het laatste blok kwam ik erbij. Ik kwam ook heel laat achter dat ze überhaupt aan het draaien waren in Brabant. Dankzij mijn collega's zeiden ze eigenlijk van, kom even een paar dagen helpen, we hebben nog wat hulp nodig. Dus daar stond ik dan. Toch 5 dagjes van de hele productie, ja. En waar kijk je het meest naar uit? Kijk je het meest naar jouw eigen scènes of gewoon de hele film dat je denkt, hoe zit het er nou uiteindelijk uit? Nou, dan moet ik toch wel zeggen dat ik heel benieuwd ben naar de hele film. Ik heb natuurlijk al wel wat beelden hier en daar gezien. En ik weet dat het een hele leuke, een heel unieke film is met veel unieke elementen in de film. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dadelijk mooi gaat samenvallen en wat de hele ervaring daarbij gaat zijn. En nog 1 vraag, want anders weten de mensen straks niet wie je bent. Wat is je naam eigenlijk? Fijn, wat een elegante vraag. Nino van der Steen, aangenaam. Wat is jouw naam? Fabian van der Geijzen. Fabian, en jullie zijn van? YouTube. YouTube.
Helemaal top. Dan ga ik jullie ook volgen ook, hè? Ja, ik heb hier. Alsjeblieft. Kijk, dankjewel man. Wat een service. Gelijk kaartje in mijn hand, dan ben ik weer te leven. Dankjewel. Cool, goed. Man. Even bedankt, hè. Jullie succes nog. Dank u dat je mij wilt interviewen. Ja, sowieso. Nou, ik hoor sowieso al, volgens mij komt u uit België of op de grens. Dat komt, nee, België, Gent. Nou, hopelijk is het weer daar in ieder geval beter dan hier. Dus, tenminste, meestal als ik in België ben, schijnt altijd de zon. Is dat zo? Ja, dan heb ik een andere ervaring. Als ik in Amsterdam ben, schijnt de zon altijd. Dat gevoel heb ik. Ja, ik zeg altijd een beetje door de mensen kom. Ik hou ervan in ieder geval. Hoe voelde dit om deze rol te vertolken? Want het lijkt me best wel lastig dat je ook... Je speelt eigenlijk wat er in je hoofd al speelt. En dat je een soort van afscheid wil nemen. Is dat nou lastig om op te nemen? Ah, maar ja, je hebt dat goed gezien. Je hebt de film goed bekeken eigenlijk. Weet je, mijn lievelingsfilm aller tijden is Otto e Mezzo van Fellini. 8,5 van Fellini. En dat gaat voor mij... over hetzelfde. En mijn favoriete acteur is Marcello Mastroianni. Waarom is dat mijn favoriete acteur? Omdat hij alles licht kan spelen. Ik kan dat niet. Ik heb een neiging naar melancholie en zwaarmoedigheid. En ik had ook zoiets van, ik moet Marcello niet gaan nadoen. Ik moet gewoon de melancholische versie van mezelf gaan vinden. En de meer paranoïde versie van mezelf of zo. Maar er waren heel veel dingen in het scenario waar ik heel gemakkelijk aansluiting bij vond. Omdat er gebeurt iets bij mannen tussen een 45 en een 55, denk ik. Sommigen noemen het midlife, sommigen de penopauze, weet ik veel wat, maar er gebeurt iets. Ja. En daar gaat de film ook over. Het gaat ook over een afscheid nemen van een leven. Het gaat over een afscheid nemen van een verleden. Het gaat over een afscheid nemen van de dwingende creatie. Over heel veel dingen. En met allemaal heel intuïtieve scènes die bij elkaar zijn geplakt. En waar je op een onbewust niveau moet naar kijken. En die ik op een onbewust niveau heb gespeeld eigenlijk. Ja. En is het tijdens deze film, kan ik me best wel voorstellen dat je ook over je eigen dood misschien na gaat denken. Ga je het zelf ook zo groots nu aanpakken dat je met bepaalde dingen sowieso wilt aanpakken met je familie? Of heb je juist, ik hou het liever kleiner, dat ik gewoon bijvoorbeeld met mijn vrouw of kinderen of wat dan ook? Ja, als je de keuze hebt om dat zelf te bepalen. Ik bedoel, want sommige mensen gaan naar het toilet en komen er niet meer af. Of je wordt onthoofd in een auto-accident met een vrachtwagen. Ik ben klaar. Ik ben een agnost en zelfs een atheïst, denk ik. En ik ben niet bang voor de dood. Ik ben wel bang voor de manier waarop. Maar ik ben er wel klaar voor. En eigenlijk gaat het... Ik zit meer in met de mensen die achterblijven dan met mezelf. Heeft u een vrouw en gezin of iets? Ja. Ik heb 4 kinderen en ik heb een vrouw. En had u dan nu af en toe tijdens de draaidagen dat je dan thuis komt en dan toch... soort van misschien anders thuis ben. Dat je toch iets meer naar je kinderen kijkt. Of is dat ook er dan niet bij? Ja, toevallig is mijn jongste zoon geboren tijdens de opnames. Ah, nou, en dan stel je die vragen niet. Dank u. Ja. Maar dan stel je die vragen niet. Dan wil je gewoon zo snel mogelijk thuis zijn. Ja. En dan komt er een hele hoop praktische shit over je heen. En slaapt hij wel en dit en zus. En dat is alleen maar liefde. En ik kon heel goed naar huis rijden en knip zeggen. Ja. Dat, en ik denk, misschien die korte nachtjes hebben misschien voor deze rol juist geholpen, of niet? Misschien wel. Ja, zo heb ik er nog niet. Ja, ik heb er nog niet over nagedacht, maar ik was wel heel moe, dat klopt wel. Maar ik mocht het ook zijn. Het is eerder zo dat mijn personage het toeliet om het te zijn, dat is waar. Ja, dat klopt. En is er iets wat u nog aan de mensen via uw rol hoop mee te geven, of überhaupt wil meegeven aan de mensen? Het enige wat ik zou willen meegeven is dat sommige films gemaakt worden vanuit een intuïtie en vanuit een onbewustheid. En voor die films is er geen plaats meer. En ik vind het zalig dat ik zo'n film heb mogen doen, want ik zit altijd in films met een heel af verhaal, zeer goed gestructureerd. Maar dit speelt zich op een onbewust niveau af. En ik denk dat het nodig is dat mensen opnieuw boeken op die manier leren lezen en films op die manier leren bekijken. Want we worden overspoeld met well-made toestanden. Netflix staat er vol van dingen die bijzonder goed gemaakt zijn met bijzondere slimme plotwendingen. En daar gaat het soms helemaal niet over. Ja, ik hoop dat ik de film in ieder geval ook nog kan zien. En dan hoop ik dat u in ieder geval heel veel kan genieten van de film. En bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Doei doei. Ten eerste leuk dat ik je überhaupt mag interviewen, dat vind ik altijd leuk. Ik vraag me heel erg af, ja, jij bent meestal van de humor. Welke film hou je nou van? Ook een humoristische film of juist een beetje de zwaardere? Ik hou van zo zwart en zo donker mogelijk. Ja, ik ben namelijk in het dagelijks leven een hele zieke geest eigenlijk.
Dus voor mij mag een film altijd een beetje spannend zijn. Als het gewoon, als het alleen maar comedy is en te vluchtig of luchtig, dan raakt het me niet zo. Nee, ik heb precies hetzelfde. Ik kan absoluut niet naar humoristische films zo kijken. Ik vind het verschrikkelijk. Het is vaak ook helemaal niet grappig. Dus dat is, dat zeg ik altijd, dan moet je maar gewoon aan de mensen die er wel grappen kunnen maken laten. Dus dat scheelt altijd. Hoe vind je het om dit weer te kunnen doen? Want je hebt zelf natuurlijk wel een oudejaarsavond kunnen doen tijdens de corona. Voelt dit nou weer heel anders of juist hetzelfde een beetje? Bij die oudejaarsavond waren letterlijk 15 mensen personeel dat mocht lachen om mijn grapjes. En hier staan mensen weer in de rij. Dus dat is wel even fijn dat je weer iets mag. Ja. Ben je dan eigenlijk teleurgesteld dat je dat jaar mocht doen? Of denk je nu eigenlijk achteraf van? Nee, het was absoluut eigen keuze om dat te doen. Ja. Dat is toch weer die dark side dan, hè, denk ik. Dat is toch gewoon puur ego en bewijsdrang en dat soort dingen. Ja. En welke film ga je vanavond? Ja, Herman. We gaan naar Herman, hè? We gaan naar Herman. Ja. Bent u vrouw of vriend? Ja. Ah, okay. We hebben elkaar ontmoet tijdens een programma al heel lang geleden. En dat is toch een soort van vriendengroep gebleven. Dus ja, dit is ook sowieso weer leuk dat je dit dan denk ik weer samen kan doen in ieder geval. Ja, ja dat zeker. Wel. Dat zeker. Ja, goeie vraag. Ja, absoluut. En nou ben ik benieuwd. Jullie worden denk ik samen wel vaak geïnterviewd ook. Is er nou iets wat jullie nou eigenlijk missen? Wat de oude garde een beetje van op tv nooit stelt. Maar je wel een keertje kwijt zou willen? Ik kan vragen. Poeh, weet jij daar een antwoord op? Nee, niet 1, 2, 3. Maar ja, heb jij dan een antwoord, aangezien jij met deze vraag bent gekomen? Nou, ik vind het heel interessant. Ik werk zelf ook achter de schermen bij tv. En ik merk heel vaak dat het een beetje de flow zit er gewoon in. Dat er bepaalde vragen altijd worden gesteld. En ik wil ook heel graag met mijn kanaal dat mensen hun eigen ding en taboes te doorbreken. En ik ben heel erg graag benieuwd altijd naar wat mensen nou een keertje kwijt willen. Want dat wordt vaak niet gevraagd. Precies. Hè? De titel van de film is Herman vermoord mensen. Zou je iemand kunnen vermoorden? Ik denk in de juiste omstandigheden wel. Gewoon vragen naar de diepe krochten van mensen. Naar wanneer ze in oorlogssituaties komen. Naar wanneer je echt helemaal hun afpelt. Wat is dan de kern van jouw bestaan? En niet vragen, oh, vind je het leuk hier om samen te... Gewoon de standaardvragen die horen erbij. Maar daarna meteen de vraag stellen, zou jij iemand... En hoe zou je hem dan vermoorden? En zou de ander... Meteen vragen. Nee, want dan overrompel je iemand. Want, ja, nou, dan krijg je de vraag nu natuurlijk gelijk, ja. Wat zou je dan doen? Ja, nou, hoe zou je de vraag zelf dan beantwoorden? Ik zou zeker iemand koud kunnen maken. Ja. En dat is als mensen aan mijn vrienden komen. Of ik heb geen kinderen, maar stel dat ze kinderen van vrienden van mij of zoiets aan zouden doen. Ik denk dat ik heel primair naar biologische driften ga. Ja. En ook nog een favoriete moordwapen van al die duistere films? Of denk je gewoon zo snel mogelijk? Ik denk gewoon mijn blote handen. Dan voel ik me het meest man, denk ik. Ja. En voor jou geldt het een beetje hetzelfde of? Nou, sowieso als mensen aan mensen komen die niet voor zichzelf op kunnen komen, dan krijg ik het al een beetje lichtelijk. Ik doe het niet. Nee, maar... We doen het niet. We doen het niet. Om over na te denken. Ja, de gedachte, die telt. Die telt. Nee, dat vind ik altijd vreselijk als iemand te zwak is om voor zichzelf op te komen. En als ik dat dan zie gebeuren, ja, dan krijg ik gewoon bepaalde... pisnijd, zeg maar. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat is in een seconde gebeurt dat. En nou een beetje de standaardvraag, maar zoet of zout? Ja, dat ligt er echt aan wanneer op de dag je het vraagt. Op dit moment, kak. Als het over de popcorn gaat, toch zoet. Ja, ik heb hetzelfde, maar dat is misschien omdat we net gegeten hebben. Ja. Net iets te zout, denk ik. Ja, nou dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken. En ik heb nog één vraag, want ik herken je wel. Ik weet dat ik je ooit op tv en zo heb gezien. Maar ik zou je naam nu even niet 1, 2, 3 weten. Dus dan vind ik het wel leuk om ook erbij te melden. Ik denk dat je dat vraagt. Terence Schreurs. Okay. Dan weet ik in ieder geval de juiste persoon erbij te zetten. Dat vind ik altijd wel zo netjes. Ja, vind ik heel lief. Dankjewel in ieder geval. En wij weten jullie namelijk ook. Welk kanaal kunnen wij terugvinden? De film gaat beginnen. Oh, dat is okay. Dat delen jullie. Ja. Succes, bedankt hè. En geniet ervan. Dank je. Halverwege het interview dacht ik ineens, ik ken haar. Ik ken haar 100%. Maar ja, superleuk interview. Hebben we toch nog een mooie, omdat we toch even langer blijven staan dan de rest.
Nou, dit was in ieder geval de laatste rode loper van vandaag alweer. Voor mij staat in ieder geval de gouden kalf moment staat er nog op de schema. Daar gaan we in ieder geval nog voor. Maar in ieder geval wil ik de NFF bedanken voor deze kans dat ik überhaupt hier mocht staan. En de leuke interviews natuurlijk. En dan zie ik jou in ieder geval weer bij een volgende video. Vergeet niet te abonneren en laat een likeje achter als je het een leuke video vond. En mocht jij nou speciale vragen hebben die ik de volgende keer moet stellen, laat het zeker weten in de comments. Dan ga ik die de volgende keer challen. En dan zeg ik in ieder geval nog ciao. En dan mag Derek de personeel nog filmen die heel stiekem mee zit te praten hoe ik het doe.